Manuela, Nico en Rob doen het zelf. Aan de slag in eigen huis en tuin. Straks bij RTL 4. Beste mensen, iedereen heeft twee rechterhanden. En bij de Praxis willen ze dat graag zo houden. Daarom krijgt elke klant volgende week een veilige vuurwerkaansteeklont gratis. En beste mensen, alvast de allerbeste wensen. Morgenmiddag zit Ouders van Nu in Vlaanderen. Een Nederlandse moeder vertelt over haar leven met kleine kinderen in België. U ziet een school waar het dragen van een uniform nog verplicht is. En Margriet Hermans vertelt en zingt over haar dochter Céline. Dus, allez? Morgenmiddag, 5 uur, Ouders van Nu. Waarom is het eigenlijk belangrijk om de natuur te beschermen? Heel simpel. De mens zal alleen overleven als de natuur overleeft. Het tropisch regenwoud bijvoorbeeld, waar meer dan de helft van alle planten en dieren voorkomt, wordt bedreigd. Steun daarom het Wereld Natuurfonds. Stort 30 gulden of meer op Giro 50 in Zeist. Praxis en de Nederlandse woninginrichters presenteren Eigen Huis en Tuin. Dag allemaal en hartelijk welkom bij Eigen Huis en Tuin op deze eerste kerstdag. En we hebben het hier prachtig versierd, zoals u ziet. Niet alleen omdat het kerst is, maar ook omdat we vandaag bijzondere gasten hebben. U kent ze wel, maar ik zal even uw geheugen opfrissen. In een van onze eerste uitzendingen hebben we een reportage gehad over een huis dat eigenlijk totaal op instorten stond, omdat de buurman iets te enthousiast aan het verbouwen was geslagen. Weet u het nog? We laten even wat beelden zien.